De brandweer doet een beroep op de samenleving om tijdens de grote droge tijd geen vuil te verbranden. Brandweervoorlichter Alton Pinas zegt dat grasbranden spontaan kunnen ontstaan. Maar de meeste gras- en vuilbranden zijn echter het gevolg van menselijk handelen. De brandweer brengt ten overvloede in herinnering dat het stichten van vuil- of grasbranden bij wet verboden is. Dit onmaatschappelijk gedrag heeft ook een schadelijk effect op het milieu, benadrukt Pinas. Ja, u heeft het gemerkt bij het binnenlopen daarnet. We waren de heren uitgerukt naar een grasbrand. We hebben onze handen vol deze periode met meldingen van vuil, grasbranden. De mensen die gaan onverkort door met het branden van vuil. We doen een beroep op de mensen om dat natuurlijk na te laten, omdat er veel gevaar aanwezig is. Behalve dat er gevaar is voor het milieu, is er ook brandgevaar aanwezig. Er, bij het branden van gras of vuil komen er vonkvormen vrij. Men noemt dat vliegvuur. En het kan terechtkomen op het gordijn. Het hoeft niet van jou zelf te zijn die bezig bent te branden, maar van de onschuldige buurvrouw die zich daaraan houdt om het niet te doen. En haar huis kan juist vlammen gaan. De brandweervoorlichter geeft verder aan dat er een wet is op het verbranden van vuil en gras. Als die wet overtreden wordt, zijn daar natuurlijk sancties aan verbonden, zegt Pinas. De sancties zijn door de mensen de brand zelf te doen blussen. Dat is één van ze. Tweede is dat de brandweer de brand blust. En derde is een geldboete die reeds achterhaald is. Zo meer houdt u mij het bedrag wel ten goede, maar het is een heel schraal bedrag. Altijd wanneer het grote vakantie is, tegen die tijd van het jaar, wanneer de droogte er is, dan heb je dat de mensen hun erven willen schoonmaken, van wie het willen ontdoen. Maar men let er niet op dat je het vuil niet mag branden. Men moet het vuil gewoon collectief verband, als je erf vuil hebt, collectief verband met enkele buren, een truck huren en hem vervoeren naar de openbare vuilstortplaats. En dan voorkom je zoveel ongerief. Brandweervoorlichter Alton Pinas. We spraken hem naar aanleiding van brandgevaar tijdens de grote droge tijd. De brandweer heeft elk jaar zeer druk met het uitrukken voor gras- en vuilbranden.